We denken dat het nog steeds te maken heeft met wat we eerder deze maand zagen. Dus onder andere dat er op scholen wat meer besmettingen zijn. Ja, dat zien we eigenlijk nu nog steeds. Dat we dat op scholen regelmatig kinderen in de klas besmet zijn. En daaromheen dan ook de ouders besmet zijn. Een verschil met eerder deze maand is wel dat het meer volwassenen. Het lijkt wat meer volwassenen te zijn die ziek worden. En we weten ook niet van iedereen meer de bron. Dat wisten we begin van deze maand wel. Maar op dit moment zien we ongeveer 1 op de 3 cases weten we niet precies waar ze het hebben opgelopen. En waarom? Werken de mensen niet mee? Over het algemeen werken de mensen wel goed mee. Soms ook niet. We merken ook aan de telefoon dat mensen hun telefoon niet opnemen. Aan de andere kant misschien ook niet zo bereid zijn om mee te werken. Dat vind ik heel erg jammer. De gezaghebber heeft dat vorige week ook benadrukt. Dus ik zou graag willen vragen of iedereen meewerkt aan ons bron- en contactonderzoek. Want zo kunnen we ook zicht houden op de verspreiding van het virus en ook op tijd ingrijpen. De 28 PCR-tests die vervals waren. Als dokter, hoe belangrijk het is dat mensen gewoon laten testen en niet een vervalse PCR gaan kopen? Ik vond het echt heel jammer om te horen dat er mensen hun testbewijs hebben vervalst om ook te kunnen reizen. En we hebben die maatregelen niet voor niks. We willen Bonaire veilig houden, we willen de wereld veilig houden. En iedereen heeft daar ook zijn verantwoordelijkheid te nemen. Hier bij publieke gezondheid werken we heel hard om grip te houden op die besmettingen, om goede adviezen te geven, om preventie te doen, om die bestrijding te doen. Hetzelfde geldt in het ziekenhuis. Heel veel mensen houden zich wel aan de maatregelen. En het is heel erg jammer dat zo'n klein groepje dan het eigenlijk ook een beetje verpest voor de rest, om het zomaar te zeggen. En ik zou willen vragen aan iedereen om ook hun verantwoordelijkheid te nemen om samen te helpen om corona onder controle te houden. We weten van mensen worden in quarantaine gezet en daarna na een paar telefoontjes worden ze weer negatief gesteld, maar ze worden niet getest. Is er een reden hiervoor? Ja, er is zeker een reden voor. We gebruiken bij mensen die corona hebben om te vast te stellen dat ze het hebben, de PCR-test. Bij een PCR-test meten we eigenlijk of we genetisch materiaal van het coronavirus kunnen vinden in speeksel. Op het moment dat iemand klaar is, de besmetting is zeg maar voorbij, dan is het lichaam nog heel lang bezig om dat virus helemaal op te ruimen. Dat is eigenlijk nog een beetje dood restmateriaal van het coronavirus. Maar die PCR-test die blijft heel erg lang positief. Soms nog wel weken na de besmetting. En daarom heeft het niet zoveel zin om te testen voor genezing. Het belangrijkste is dat mensen klachtenvrij zijn en pas dan ook weer naar buiten gaan.